Het feest van de ongezuurde broden, de dag waarop het paaslam wordt geslacht, kwam dichterbij. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad om het Pesachmaal te bereiden. Ik heb zo verlangd dit Pesachmaal met jullie te delen voor mijn lijdenstijd. Want ik zal dit niet meer eten voordat het zijn volle betekenis heeft gekregen in Gods koninkrijk. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok heeft geschapen. Neem deze beker en geef hem door. Ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God is gekomen. Gezegend zijt gij, Heer onze God, koning van het heelal, die het brood voortbrengt uit de aarde. Dit is mijn lichaam voor jullie gegeven. Doe dit om mij te gedenken. Deze beker is het nieuwe verbond bezegeld in mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Maar weet, die mij verraden zal, zit hier met mij aan tafel. God heeft bepaald dat de mensen zo moet sterven, maar wee de mens die hem zal verraden. Ben ik het? Maar dat kan toch niet waar zijn? Of ik toch niet, hè, meester? Vraag hem wie je bedoelt.